Hi, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Wij zijn vandaag weer in Thaisner. Vorig jaar hebben wij deze run ook gedaan, de Thaisner Dorpsrun. En wij gaan hem dit jaar weer doen. We hebben tevens allemaal nieuw equipment. We hebben een nieuwe camera, nieuwe headcam, de GoPro Hero 10. Mijn sidecam is nu geworden de GoPro Hero 9, dus je zal mij wat stabieler zien praten onder de run. Vergeet ook niet, subscribe, like en druk even op dat mooie belletje, want daar help je mijn kanaal heel erg mee. Ik ga zo even mijn startnummer ophalen en we gaan eens even kijken hoe mooi en prachtig de opnames worden met al deze mooie nieuwe apparatuur. Ik zie jullie zometeen bij de start.
time. A generation of my time. There is nothing we can do. Thank you.
Ah, kijk eens even aan. Wij hebben hier alweer een heerlijk drankpasje. Gaan even genieten van een lekker beetje water van de vrijwilligers die hier natuurlijk ook hun best allemaal doen. Ah, heerlijk. Het is een heel leuk parcours. Precies hetzelfde als vorig jaar. En ja, we gaan hier gewoon een heerlijke, lekkere run doen. Bekertjes goed opruimen. Vergeet dat niet. En wij zien jullie bij de volgende stap. Als de volgende waterpas. Ik zeg jongens, tot straks. I'm not afraid to say.
Het begint hier nu al aardig te druppelen. Ik zal even het lintje natuurlijk een beetje schoon moeten poetsen. Alhoewel ik te horen heb gekregen dat deze lens van de nieuwe GoPro waterafstotend moest zijn. Mensen, zwaai maar even naar Rosso Running Channel. Hallo! Nou, het publiek, heerlijk. Af en toe lopen ze er even rond. Ik, ja, wat ik al zei, het miezert nu wat. Dus ik hoop dat met deze nieuwe GoPro, die waterafstotend moet zijn, hij het ook waar gaat maken. Nou, wij, jullie ook. Ik ga nog even weer, nou, ik geloof 5 kilometer verder. En dan zien we het wel weer. Nou, ik ga ervan uit dat er onderweg nog wel een waterpasje te vinden is. Jongens, ik spreek jullie straks weer. Oh, dat is nou jammer, hè? Water. Water op de lens. Oh, oh, oh. Jammer. Nou, en go.
Left in the pool of my own mess. When I said I'm gonna change, you made me pick up the broken glass. Don't want it to be in vain. No, but you slow things down and clear my mind. It's like leaving a toxic friend behind. You say yes, and you don't make waves. I don't need you saying you know that I'll try. And I don't wanna hide away some other life. Say no, and I will let go. I don't need you saying you know that I'll try. And I don't wanna hide away some other life. Told you that I don't wanna go back. I'm just afraid that I lose you. And I don't wanna hide or waste another life. Kijk, dit maak je nog wel eens vaker mee. Ook in Thaisner komen ze niet precies tot de 10 kilometer. Dus moeten we even zo'n vlaggenpaaltje om. En ja, dan zou je die 10 kilometer precies aangetikt hebben. Ik ben benieuwd hoe nauwkeurig ze hier bij de Thaisner Dorpsrun weer zijn. Meestal scheelt het enkele honderd meters bij sommige runs. Soms rennen we verkeerd. Dat kan ook nog gebeuren. Nou, wij takken lekker verder door. En wij spreken elkaar, ik denk haast, wel bij een volgend waterpostje. Tot zo jongens. Tot straks. Thank you.
Nou, we zijn alweer bij een waterpasje aangekomen. Ja, dat is toch altijd heerlijk. Even een beetje water. Daar kunnen we er weer heerlijk van genieten. Met dank aan deze lieve vrijwilligers. Ja, oké. Veel water. Veel water. Altijd goed als je aan het rennen bent. Veel water. En ik neem stiekem straks een biertje. Ik geloof dat wij vandaag het biertje genaamd de Lamme Zak of zoiets bij ons hebben. Ik weet het niet 100% zeker. Maar ja, kijken hoe die smaakt. Ja, zoals ik al vaker heb gezegd, elk biertje smaakt na een run gewoon lekker. Al is het een biertje wat je normaliter niet lust. Ik zie ook dat wij bijna op de 7 kilometer zitten. En een klein leuk weetje van de Thaisner Dorpsrun is dat ik zometeen vlak na de 7 sla ik links af. En dan gaan we bij een boer over het veld heen. Normaal mogen jullie dat allemaal niet doen. Maar de boer heeft het veld even vrijgegeven om deze run tot een mooie 10 kilometer te brengen. Nou, dat is toch aardig van die meneer, dacht ik. Nou, wij nemen nog een laatste slokje. En dan gaan wij dat boerenveld maar eens trotseren. En ik zie dat wij nog een best eind te gaan hebben. Want wij moeten ergens daarachter uitkomen. Maar eerst bij deze boerderij het veld over. Nou jongens. Bijgetankt. En we gaan weer. Tot zo.
Nou, nog 1,5 kilometer te gaan. Het zweet gutst me van het kopje af. Ik dacht dat mijn hoofdband met camera wel een beetje zweet tegen zou houden. Maar volgens mij is het ook tijd voor een nieuwe hoofdband. Want ja, die is ook waterafstotend geworden. Zal de perikelen van de camera wel overgenomen hebben. Nou, ik ja, kunnen we 1,5 kilometer. Dus een dikke kilometer. En dan zitten we alweer in het dorpje. Dus ja, ja, dan gaan we daar even heerlijk de finish overheen waggelen. Ik spreek jullie bij de finish. En bij voorbaat, mocht het zo zijn geweest, sorry voor alle regendruppels. Ik zeg tot zo, tot bij de finish. Yo! Thank you.
103. 603, wat is het? 603, maar ik sta nog in het systeem, dus ik weet niet meer. Dat was hem dan. Een 10 kilometer loop. De Thaisner Dorpsrun 2021. En we gaan nu naar de finish van het filmpje. Niet van de run. En naar het heerlijke ijskoude biertje. Tot zo! Dat was hem dan, de Thaisner Dorpsrun 2021. Het was een 10 kilometer run, het was een heerlijke run. We hebben hem vorig jaar ook gedaan en nu dus weer. Vorig jaar was geloof ik iets droger, we zaten nu een beetje in de regen. Dus ik hoop dat de run er goed opgekomen is. Maar we hebben een nieuwe camera en deze camera moest de regendruppels tegenhouden. Jullie weten al hoe het is gegaan, ik weet dat nog niet, gezien dit de allereerste run is. Even de huishoudelijke mededelingen. Abonneren, subscriben op mijn kanaal. Dit is volledig gratis. Druk even op het belletje en like deze video. Dan helpen jullie mijn kanaal en dan helpen jullie mij natuurlijk om nog meer runs te gaan maken. Nou, gaan we even over op het allerbelangrijkste grapje. Dat is natuurlijk niet het belangrijkste van deze video. Maar voor mij wel even het allerlekkerste voor het einde van de video, het speciaal biertje. Ik zei bij de run al dat ik de lamme zak of zoiets had, maar het is de zatte trippel geworden. Nou ja, het klinkt een beetje naar elkaar. Ook weer van brouwerij Het Ei. Het is een 8% biertje, dus ik denk dat ik zometeen heerlijk omval na deze behoorlijk zware run. We gaan hem gewoon eens even uitproberen. Nou, die ging weer niet zo ver vandaag. Ooit ging het beter. Misschien moet ik af en toe even wat meer met die biertjes schudden. Even proeven hoe die smaakt. Oeh, dit is wel een zeer krachtig biertje. Een licht blonde trippel met een verfijnd karakter. Nou, ik zou zeggen een zeer zwaar karakter. Het is wel lekker verfrissend natuurlijk, maar volgende keer neem ik even een lekker matig blond biertje mee. Ik ga nog even genieten in ieder geval van dit pilsje. En wij zien elkaar volgende week, of die week daarop weer. Ik geloof dat ik volgende week geen run heb, maar dan moet ik even de agenda nakijken. We zien het vanzelf. Tot de volgende run. Tot de volgende Rosso's Running Channel.